Een hele goede morgen. Ik zie er weer heerlijk uit, hè? Ja. Ik heb gisteravond nog even gedoucht, ben naar bed gegaan, ben in slaap gevallen en dag hoor. Jordi, daar gaat het op zich, lijkt het beter mee te gaan. Het gaat nog niet goed, maar het lijkt beter te gaan. Ik ben ook weer met zijn macrogol gestart, want ik merk dat de ontlasting iets of wat vermoeilijkt wordt bij hem nou. Dus dat is niet de bedoeling. Dus hij moet niet vastlopen. Dus daar ben ik wel weer mee gestart. Deze grote vent, die zou vanochtend gaan, maar die heeft nog steeds hele rode balletjes. En ja, die blijft gewoon nog thuis, dat is beter. Hij is wel heel vrolijk, dat wel. Maar het is nog steeds niet op en top. En deze grote vent lijkt nergens last van te hebben. Ik ben bedolven onder kinderen. Hallo, wat gaan we nou doen? Ik geef het verder. Hier. En mama dan? En mama niet meer? Oh, au. Hey, krijg ik hem niet meer? Hier, rap. Oh. Oh. Waar is hij heen gestuiterd? Oh, hier. Lubba. Lubba. Ik hou van jou. Hij is lekker aan het spelen. Ik weet niet wat hij precies aan het doen is, maar hij is aan het spelen. Sammy is hier aan het spelen. Juffie is daar aan het spelen. En Jordi zit in zijn natuurlijke habitat. Hij heeft nog wel barkpijn. Maar hij is wel vrolijk, dus dat geldt. De kindjes hebben inmiddels geslapen. En Jordi heeft denk ik maar een uurtje geslapen. Die wilde ook niet meer in bed liggen. Dus die heb ik al uit bed gehaald eerder. Jullie hebben al wel eventjes lekker geslapen. Maar ik heb nog even met Jordi lekker gekroeld en geknuffeld en gedaan. Ik heb ook alvast het eten ben ik mee begonnen. We eten Hollands pannetje met kip en prei. En daar doe ik dan rijst bij. Vinden ze lekker. Dus dat is wat we eten. Niels is onderweg naar huis. Dus ja, we zitten op de goede weg. En het lijkt al alsof Jordi zich beter voelt. Dus het is even kijken, even afwachten. Morgen gaan we uit eten. Dus ik hoop dat hij zijn eigen echt beter voelt. Maar dat is gewoon even afwachten en kijken. Een hele goede morgen. Ik heb oké geslapen vannacht, want ze hebben allemaal doorgeslapen. Alleen, het is weer bloederig momenteel. Het is niet zo dat allemaal van een leien dakje altijd bij mij gaat. Dus laten we zeggen dat het zo is. Gisteravond ben ik weer live gegaan voor Olivier. Die heeft een rolstoelbus nodig. Ik ben nog even aan het kijken hoe dat ik het op YouTube wil en ga vertellen met een extra video of gewoon in de vlog verwerkt. Daar ben ik nog even aan het kijken, maar ik ga jullie hier meer informatie over geven. Ik heb gisteren ondertussen dat ik live was, heb ik mijn nagels gedaan, want die andere set die ik op had zitten, die liep helemaal los. Dus dat was ook gewoon echt nodig en ik heb ze ook een stuk korter even gemaakt. Puur en alleen omdat het gewoon heel even beter was voor mijn nagels. Met Jordi, Liam en Sam gaat het een stuk beter. Het lijkt de goede kant op te gaan, dus dat is goed.
Vanavond, of ja, einde van de middag gaan wij uit eten met mijn opa en oma. Met de hele familie. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ja, gisteren heb ik niet zoveel gefilmd. Ik ben natuurlijk ook nog aan het bijkomen van alles enzovoorts. Dus ja, ik ben even een beetje voor mezelf rust in aan het plannen. Omdat ik er ook natuurlijk even een beetje bij zit. Dus, maar voor de rest gaat het allemaal wel goed. Liam, nee. De kindjes liggen op bed. En Niels, die is even schommel aan het ophangen. Die ligt er ook al weken. Hangt wel. Ja, hangt wel. Eerlijk is eerlijk. Als het fout gaat, kan ik het filmen. Heel chill. Ja. Ik ben al aangekleed. Niels is al aangekleed. Kindjes nog niet. Die zijn net wakker. Die zijn nog even aan het wakker worden. Liam heeft de schommel ontdekt. Ja, Liam heeft de schommel gezien. Maar daar gaan we nu niet op, want ze moeten zo aangekleed worden. Want we gaan uit eten met de familie van mijn moeders kant. Samen met mijn opa en oma, ooms en tantes, et cetera. Dus dat is wat we gaan doen. En ik zeg tegen Niels, ik zeg, zal ik mijn eigen dan toch maar eens even mee kuppen? Alleen mijn ogen dan, zat ik aan te denken. Ik kijk wel eventjes. In de volgende shot zien jullie het resultaat. Resultaat. Wij hebben gegeten en we zijn nu onderweg naar huis, want de kindjes waren een beu. Dus het is onderweg naar huis en dadelijk flesje en naar bedje. Papa en mama rust. We zijn weer thuis. Jordi heeft al een fles. Jan gaat naar de fles halen bij mama. Ja, kom maar. Alsjeblieft. En nou is Sammy aan de beurt om ja, klaargemaakt te worden voor bed. En zo gaat het door. Dus nu liggen de twee oudste jongens lekker op de bank een flesje te drinken. En ik ga eventjes mijn make-up hier eraf halen. Tada, er zat niks op. Dat lijkt maar zo. Dus ik ben de komende 2 dagen pandabeertje. Het was heel gezellig. Het was heel lekker. De kindjes hebben genoten. Wij hebben genoten. Mijn opa en oma hebben genoten. Volgens mij hebben mijn ouders ook genoten. Dus dat is alleen maar mooi. Mijn ooms en tantes, mijn neefjes, mijn nichtje. Met haar vriend. En ja, die mensen die film ik niet. Want dat is toch een soort van privé. Maar goed. Ik ga mijn make-up eraf halen. De kindjes gaan naar bed. En dan gaan we wel even kijken hoe en wat we nog allemaal gaan doen. Een hele goede morgen. Niels die heeft me laten uitslapen. Want ik was vannacht de pineut. Wat de kindjes de hele tijd hebben gehad. Het is nu rustig. Dus laten we het zo houden. Niels is met de kindjes naar buiten. Hè? Wil je hem even schommelen? Ja, natuurlijk. Ga zitten.
Ga goed zitten. Niels is met de kindjes naar buiten gegaan. En ik mocht er even uitslapen. Liam zit op de schommel. Jordi wou er nou niet in, maar het is nieuw. Dus dat komt nog wel. En we hebben nog een andere schommel die misschien meer bij Jordi past. Ja. Niels zit dus hier met de kindjes. En Liam wil die wel eruit. Hij heeft ook zijn broertje geduwd. Met de schommel. Ja? Aangezien ik de douche even moest poetsen, heb ik nu gedaan, dus het is weer schoon. Ik laat even zien wat ik bedoelde vorige week. Kijk, dit is gewoon de voeg zoals die hoort te zijn en dan wordt hier wordt die geel. Zie je dat? Nou, dat is dus allemaal kalk en dat is alleen hier in het douchegedeelte. Hier heb je het ook. Hier. En hier zit weer maar niks. Dus dat is wat ik eruit probeer te schrobben en te doen. Hier op de vloer heb je het ook. Dan zie je het ook niet goed. Maar dit zijn dus donkere voegen. En dit zijn weer lichte voegen. Dus dat is wat ik bedoel. En ik heb echt alles geprobeerd. Dus vandaar. Ik geef hier verder. Kindje moet zo naar bed. Dus, maar dan heb ik in ieder geval weer mijn douche gewoon. Niels is iets doen en ik ga je later laten zien wat. Want Niels gaat iets nieuws voor mama's halen. Want mama wil al heel lang iets nieuws. En mama, papa gaat het regelen voor mama. Ja. Ondertussen is Sammy wakker. En Jordi is wakker. Liam is nog niet wakker. Dus die slaapt nog. Ik ga zo even drinken voor ze regelen. Ik heb al van alles gedaan. Ik heb de prullenbak schoongemaakt. Ik heb bovenop geruimd nog. Ik heb van alles tussendoor gedaan. En zoals jullie zagen, heeft Niels met Jordi onder andere buiten gezeten. Ook Liam en Sam hebben buiten gespeeld. Nu zijn we even binnen. Want we gaan zo dadelijk even lekker wat drinken. Ja, lekker drinken en een chipje eten. Ja. Oeh. Hij zit er al aan het knuffelen. Mwa. Dus, wat heb jij gekocht? 4 andere stoelen. Want, dat wilden we al heel lang graag, hè? Ja, nou moet ik ook af en toe werken op die stoelen, dus ja, dan. Ja, nou denkt hij ineens wel aan zichzelf. Maar als ik al zeuren dat ik een nieuwe stoel wou, voor de eettafel, zeg ik, nou, dat kan nog makkelijk. Maar nou hebben we dus deze stoelen gekocht. Deze wilde ik heel graag. En Niels die was het met me eens, dus ja, we hebben nieuwe stoelen. Dan is het snel geregeld, hè? Dan is het snel geregeld als Niels het mee eens is. Ik laat hem mooi dit maken. En ik ga zo met het eten beginnen en alles. En van alles. Papa is weer papa. Ook Jordi is hem even aan het uitproberen. Is hij goed gekeurd, jongen? Is de stoel goed? Volgens mij vindt hij hem prima. Ik heb even eten gemaakt. Pangaasjes verleend met frietjes en boontjes. En wij, ik en Niels, hebben er champignonnetjes bij. Daar staan de frietjes. En dan gaan we even lekker eten. Kindjes slapen. Dat was een beetje moeizaam. Mm-hmm. We hebben een productieve dag gehad. Ja. Jij bent lekker de hele dag een beetje met de kindjes geweest. En je hebt opgeruimd. Mm-hmm. Ik heb boven alles gepoetst, de douche helemaal gepoetst. Beneden heb ik het gewoon een beetje opgeruimd, dat was het. Morgen weer een dag. Ja. En ja, dat betekent dus ook dat we nu naar bed gaan. Ja, dus deze vlog gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.